Mijn naam is Teun Gauthier. Voor Café Weltschmerz maak ik een serie gesprekken over de staat van het debat en in het bijzonder de rol van de journalistiek daarin. Vandaag praat ik met Erik van den Beek, die betrokken was bij een boek over nepnieuws wat vorige week gepresenteerd werd. Erik, welkom. Goed dat je er bent. Jij hebt, of vorige week vrijdag geloof ik, is dit boek gepresenteerd. Afgelopen vrijdag, ja. Wat is jouw betrokkenheid precies erbij? Het is uitgegeven door een uitgeverij, De Blauwe Tijger. Was het jouw idee of wat is die achtergrond? Het idee is van mij en van Tabe Bergman. Wij zijn de eindredacteuren van het boek. We hebben het initiatief genomen voor het boek. En ja, nou ja, we hebben ieder een hoofdstuk geschreven. En we hebben de stukken van de overige auteurs hebben we geëindgeredigeerd. Want er hebben in totaal 10 auteurs aan meegedaan. Het zijn 9 hoofdstukken. Van Alexander Pleiter tot Arnold Karskens en alles wat daartussen zit. Stan van Hauke, ja. Die jullie hier ook al in de studio hebben gehad. Ja. Oké. Hey, nepnieuws is eigenlijk, in ieder geval in het publieke debat, een relatief nieuw begrip. Eigenlijk volgens mij met Trump opgekomen. Waar vervolgens het door iedereen gebruikt wordt in een soort van gevechten. Ook dat de Russen zich inlaten met het verspreiden van nepnieuws en zo. Kun je dat duiden? Was er een hele concrete aanleiding voor jullie om dit te kiezen als onderwerp? En kun jij iets duiden van jullie beeld over die eigenlijk vrij recente rol die het woord nepnieuws speelt? Ja, het is zo dat het komt niet zomaar uit de lucht vallen dat wij dit boek geschreven hebben. We kennen elkaar, Tabe Bergman en ik, van een interview wat ik gedaan heb met Tabe Bergman. Het ging over het propagandamodel van Noam Chomsky en Edward Herman. Daar komt er kort gezegd op neer dat het niet journalisten zijn die het nieuws maken, maar dat zijn PR-functionarissen en spindokters. Ja. Die dat doen in opdracht van bedrijven, politici enzovoort. Daar had ik Tabe Bergman over geïnterviewd. En dat was een prettige samenwerking. En toen kwam hij met het idee, zullen we samen een boek maken. Het was niet moeilijk om te bedenken welke invalshoek we daarbij zouden kiezen. Want in 2017 was nepnieuws echt wel een buzzword geworden. En zoals je inderdaad al aangaf, het waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 die daarvoor gezorgd hebben. En dat woord nepnieuws, in Amerika noemen ze het fake nieuws, is uit Amerika komen overwaaien. Maar het is natuurlijk al veel ouder. Vroeger noemden we het gewoon desinformatie. Het is ook wel interessant te zien hoe Trump en Hillary het ieder gebruikt hebben tijdens verkiezingen. Want eigenlijk Trump verstond eronder de mainstream media die liegen. Bij Hillary Clinton waren het eigenlijk de social media en de alternatieve media die het moesten ontgelden. Die beschuldigden zij dan weer van misleiding van de nieuwsconsument. Ja. Jij zegt dus, want dat nepnieuws is eigenlijk een vrij prille term. Dus iedereen gebruikt het ook nog een beetje naar zijn eigen belangen. Jij zegt eigenlijk, het gaat over, dat onderscheid maak je in je stuk ook een beetje, of in je introductie. Het gaat eigenlijk over desinformatie. Dat is dus niet een foutje van een journalist, nee. Maar een vrij opzettelijk geïnstitutionaliseerde manier om verkeerde informatie bij het publiek te krijgen enzovoort. Klopt. Ja. Dat is natuurlijk al een stuk ouder. Waarom denk je dat fenomeen dat het gebeurt? Mm-hmm. Naar voren is gekomen naar aanleiding van de verkiezingen Trump-Clinton. Waarom was het er niet eerder? Waarom is dit niet al veel langer, als desinformatie is al zo oud als de wereld, zou je kunnen zeggen. Waarom is het niet veel langer al onderwerp van discussie? Ja, de interessante vraag. Er wordt een heel lang onderzoek naar gedaan door communicatiewetenschappers. Het was een heel lang onderwerp van onderzoek. Maar waarom heeft het dan niet geleid tot artikelen in de media? Vraag je eigenlijk. Ja, dat komt denk ik omdat de media op zo'n manier werken dat ze vaak pas aandacht besteden aan iets als mensen in hoog posities, dus politici, dingen roepen. Als wetenschappers dingen roepen, dan is dat toch minder snel in het nieuws. Dus jij zegt eigenlijk hebben Trump en Clinton, ik herinner me Trump voornamelijk, maar dat zal van beide kanten geweest zijn. Het begon bij Clinton, ja. Ja, die hebben het gemunt. Ja.
als fenomeen. En daarin, daarna is het tot onderwerp gekomen. Mm. Wat jij eigenlijk zegt is van nou, nepnieuws is in Europa en Nederland heel erg geplakt aan Rusland. Ja. Ja, dus onze minister van Binnenlandse Zaken heeft daar ook dingen over gezegd dat de Russen bezig zijn met het verspreiden van desinformatie. Minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, ja. Waarin jij in jouw bijdrage met name naar Amerika kijkt, zeg je waar, dat kun je zeggen, alleen daar is vrij weinig aanleiding voor, zeg jij, daar komen we nog over te spreken. Maar de Amerikanen doen het even goed. Ja. Kun je daar iets, als je dus die stap terug zet, nou, desinformatie, dat is er. Ja. Dat gebeurt door iedereen die belangen heeft, zullen we even zeggen. Ja. Jij zit heel erg op het Amerika-lijn. Waarom is dat? In jouw stuk zit je heel erg op Amerika. Hè? Ja. Overigens heel doorwrocht, het zandstuk. Oh, dankjewel. Ja, zie je. Ja, ik denk alle overheden liegen. En dus heus niet alleen de Russen. Daar, natuurlijk is er Russische propaganda. En ja, alleen het probleem met minister Ollongren is dat zij zegt dat de Russen hun propaganda ook richten op Nederland. En ja, de Russische ambassade die heeft de minister gevraagd om met bewijzen te komen daarvan. Het enige wat ze tot nu toe heeft gezegd, dat er een MH17 website is die dan propaganda zou verspreiden in Nederland over MH17. Nou, heel Nederland heeft naar die website gezocht. Niemand heeft die website kunnen vinden, behalve Arjan Lubach geloof ik. Maar dat was dan een website in Rusland die zich in het Russisch richtte tot een Russisch publiek. En bovendien helemaal geen propaganda bevatten, voor zover ik dat begrepen heb van mensen die Russisch lezen. Wat betreft de rol. Ja, dus eigenlijk. Iedereen heeft het dan over Rusland. Want we hebben ook. Ik weet niet of we het even aan de kijkers kunnen zien. We hebben dit soort krantenkoppen gehad. Hè. Dat was heel groot in het nieuws. En niet alleen de Telegraaf, maar ook het NOS-journaal. Die zei ja. Als het Kersenboom, die zei van ja, Rusland heeft Nederland in het vizier, met nepnieuws proberen ze de democratie te ontregelen. Nou, de Russische ambassade heeft minister Ollongren om bewijzen gevraagd. En ik vond het zo leuk dat ik afgelopen vrijdag de plaatsvervangend Russische ambassadeur daarnaar kon vragen tijdens de presentatie van het boek. Ik had ook trouwens de Amerikaanse ambassadeur uitgenodigd en ook minister Ollongren, maar die waren er geen van twee. Wel de plaatsvervangend Russische ambassadeur. Boris Silko. Ik vroeg hem, heb je nou, kijk, die beschuldiging van minister Ollongren, dat was in een brief aan de Tweede Kamer, en de volgende dag stonden al die koppen in de krant, die is het van, even kijken, wat was nou de datum? Dat was in, ik zie hem niet zo snel staan, de datum, nou dat was in november 2017, we zijn nu inmiddels 5 maanden later. Zijn die bewijzen nu al eens getoond? En toen was dus het antwoord nee. Hè? Ja. En goed, dat heb ik ook getwitterd, alleen dat kwam dan weer niet in het nieuws. Maar goed, dan vroeg je me ook naar de rol van Amerika. Nou ja, kijk, want wat jij in het stuk doet, is zeggen, nou, er is sprake van desinformatie. En je laat in dit geval heel duidelijk en overtuigend zien dat de Amerikanen natuurlijk allerlei middelen inzetten om de publieke opinie hier in Europa te manipuleren. En ook dat de media daar een rol in spelen. Je geeft ook aan waarom ze dat doen. Daar komen we zo meteen nog even op spelen. Over de precieze werking daarvan. Maar als je een stapje terug. Want dat vind ik in die zin interessanter. Je kunt natuurlijk zeggen de Russen doen het niet en de Amerikanen wel. Of de Engelsen doen het niet en de Fransen wel. Er is natuurlijk aan beide zijden sprake van, laten we het zeggen, belangenbehartiging in het publieke debat. Rusland heeft belangen bij een bepaalde meningsvorming in Europa en de Amerikanen ook. Zeg jij nou, de Russen doen het niet? In Nederland? Of, het verspreiden van desinformatie? Ja, ik heb me eigenlijk één overtuigend voorbeeld kunnen vinden. En ik heb dat ook gevraagd aan een van mijn mede-auteurs, Peter Burger. En dat ging om een video die geplaatst was op Geen Stijl. Van gemaskerde mannen die een poging deden om de Nederlandse vlag in de brand te steken. Dat lukte niet helemaal. Ze uiten, dreigende, een Luxemburgse vlag ook. Die lijken op elkaar. Ja, het lijkt op elkaar, Nee, en ze uiten ook dreigende taal in de richting van mensen die campagne voerden tegen het associatieakkoord met Oekraïne. En ze presenteerden zich als
Militanten van het Azov-bataljon. Dat is een militante groepering die in Oost-Oekraïne gevochten heeft. Of misschien nog steeds vecht, dat weet ik eigenlijk niet. Tegen de etnische Russen daar die in opstand zijn gekomen. Ja. Nou, al heel snel bleek dat een fake video was. Die video was fake, maar het Azov-bataljon bestaat dus echt, hè? Dat was trouwens ook interessant nog, omdat het was eigenlijk een hele informatieve, hoewel die fake was, was de hele informatieve video. Omdat de kranten tot nu toe niet of nauwelijks hadden geschreven over het Azov-bataljon. De meeste Nederlanders hadden daar nog nooit van gehoord, wisten ook niet dat er neonazi's waren in Oekraïne. Hoewel fake, toch heel, heel informatief. En, ja. Het enige overtuigende voorbeeld eigenlijk, en dat weten we ook nog niet van wie die video dan afkomstig is. Hè? Ja. Dus of dat nou kwam van de Russische regering of dat kan. Ook, ik bedoel, er zijn hier ook in Nederland mensen die nepnieuws maken. We hebben nog het geval gehad van drie jongens die zeiden, of één jongen in Nederland die zei dat hij bitcoin miljonair was. Hij had met geld van zijn oma geïnvesteerd en dan was hij bitcoin miljonair. Nou, die heeft de Telegraaf gehaald, heeft Algemeen Dagblad gehaald. Dus, het is eigenlijk kinderspel, hè, nepnieuws maken. En, Nou, want daar wil ik zo meteen naartoe. Ja. Om even echt naar de rol van de journalistiek te kijken. Ja. Die journalistiek die wordt natuurlijk bejegend, die wordt ingezet. Die wordt om maar dat verhaal door spindokters, door. Dus gaan we zo meteen even kijken hoe de journalistiek ermee omgaat. Naar jouw gevoel. Ja. Maar nog even terug. Want op zich, en dat vind ik namelijk interessant. Ik ga er maar even van uit dat de Amerikanen behoorlijke inzet hebben in het manipuleren van de meningsvormende publieke debat in Europa. Mm-hmm. De Russen hebben dat ook, de Engelsen hebben het ook, de Israëli's hebben het ook. Hè. Dus ze zijn omwille van geopolitieke krachten, staten bezig om de publieke opinie te manipuleren. Je noemt een aantal voorbeelden van de Amerikanen die ik heel krachtig vind. Ja, dat, inderdaad, ja, zo zal dat zeker gaan. Want wat ik juist zo spannend vind, is ik ga er maar even van uit dat er ook bij de Russische overheid mensen zijn die zeggen, goh, rond zo'n Oekraïne-debat moeten we toch onze kant van daar ook delen. Zie jij nou verschillen in aanpak? En ik vraag het om een reden. Mm-hmm. Wat ik boeiend vind, is dat Amerika is natuurlijk een bondgenoot van Nederland. Mm-hmm. Dat betekent dat we ideologisch en historisch dichter bij elkaar staan dan Nederland en Rusland. Ja. We hebben ook grotere belangen wederzijds, economisch en militair. En wat ik fascinerend vind aan jouw stuk is dat je heel erg die verwevenheid ziet. Hè? Dus er is een John Adams Instituut die dan ook ondertussen weer relaties heeft met journalisten enzovoort. Dus dat model van die Amerikanen om ons publieke debat te manipuleren is behoorlijk verfijnd en geworteld en institutioneel. Maar ook gedragen door een aantal ministers, als ik dat zo goed lees, en ook wel een aantal hoofdredacteuren, die toch redelijk bewust zijn van die belangen. Mm-hmm. En je noemt de persreizen die vrij openlijk naar het Pentagon enzovoort. Hoe even ervan uitgaande dat de Russen ook een inzet hebben, waar zie jij verschillen? Er wordt gesproken van de trollenfabrieken, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is in mijn gevoel een redelijk Russisch fenomeen. Ja. Begrijp je de bedoeling? Ik wil even een stap terug naar hoe beide partijen opereren ten opzichte van elkaar. En dan even kijken hoe de Nederlandse journalistiek daar vervolgens op reageert. Oké, ja. Ja, die trollenfabriek die jij net noemde. Er is een Brits onderzoekscollectief, Bellingcat. Volgens hun is die video die ik net noemde van het Azov-bataljon, of die fake video van het Azov-bataljon, die is geproduceerd door, die komt uit die trollenfabriek. Hoe we dat moeten interpreteren weet ik niet, want ik vind dat Bellingcat moet je ook als een korreltje zout nemen, omdat Elliot Higgins, dat is de grote man achter het geheel, is senior fellow van Atlantic Council, dus dat is een NAVO-lobbyclub. Hoe doen de Russen het, hoe doen de Amerikanen het? Kijk, het gaat natuurlijk niet alleen maar over nepnieuws, hè? Die beïnvloeding. Het gaat niet alleen maar over nepnieuws, desinformatie. Dat nepnieuws is maar een heel relatief klein onderdeel van hoe in Nederland vanuit het buitenland de publieke opinie gestuurd wordt. Je noemde net al een aantal dingen. Ik heb de Russische ambassade bijvoorbeeld gevraagd. Hebben jullie al die dingen die de Amerikaanse ambassade doet, doen jullie dat ook? Dus die persreizen, het organiseren van persreizen, het financieren van persreizen. Amerikanen doen het al tientallen jaren in Nederland. Ik heb ze gevraagd, doen jullie dat nou ook? Ja, zij zeggen dat doen we niet.
Ik heb ze gevraagd, organiseren jullie ook etentjes, diners bij in de ambassadeurswoning voor journalisten? Nou, de Russen zeggen, ja, dat doen wij niet. Mm-hmm. En zo heb ik ze allemaal dingen gevraagd die de Amerikaanse ambassade wel doet, die zij allemaal niet doen. Nou, ik heb het zelf ook nooit meegemaakt. Ik ben nooit uitgenodigd voor zoiets. Dus, nee, ze hebben natuurlijk... Want daarom vind ik het interessant, dat las ik. En dat vind ik interessant. Dat er dus middelen worden ingezet aan de ene kant, die je aan de andere kant eigenlijk niet terugziet. Ja. Je hebt Russia Today natuurlijk. Dat is een nieuwszender die, naar ik begrijp, niet... Ik bedoel, op het moment dat je door Rusland gefinancierde nieuwszender bent, dan ben je natuurlijk in een Poetin-omgeving niet helemaal onafhankelijk. Dus dat is grappig genoeg een vrij zichtbaar instrument waarmee de Russen nieuws in het domein proberen te brengen. Sputnik hebben ze ook nog, dat is een radiostation en ook een website. Ja. Ik denk dat ze vroeger bij linkse kranten ook wel hun mannetjes gehad zullen hebben, maar er zijn bijna geen linkse kranten meer over. Maar kun je daar iets meer van zeggen? Want jij zegt, dan laten we dan maar even naar de journalistiek zelf gaan. Mm-hmm. Je noemt in je stuk een aantal voorbeelden. Reizen, persreizen, inderdaad diners bij de ambassadeur. Betaalde artikelen, dat noem ik ook als voorbeeld. Hè? Dus dat journalisten hier in Nederland gevraagd werden of aangeboden werd artikelen te schrijven over TTIP. Hè? Maar dan vanuit de visie van de Amerikaanse regering natuurlijk op dat vrijhandelsverdrag. Ja. Dat is ook een voorbeeld. Ja. Even een vraag vooraf nog. Want als journalist, jij bent journalist ook, ik overigens niet, maar jij wel. Is dat natuurlijk laakbaar als je zoiets leest? Wacht even. Nee, maar goed, als de Amerikanen betalen voor bepaalde stukken over TTIP, dan zou je als journalist moeten zeggen dat is niet... Dat vind ik wel, ja. Daar blijf ik ver van. Reisjes, dat is weer een ander verhaal. Reisjes kunnen ook twisten misschien. En ik wilde iets vragen. Die vind jij op zich... Het laakbaar dat een staat als in dit geval de Amerikanen op die manier proberen journalisten en het publieke debat te beïnvloeden? Zeg jij van op zich zou dat gewoon verboden moeten zijn? Even nou, dat kan, maar... Dat zeg ik niet. Nee. Dus, ja, je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Misschien, je zou kunnen zeggen, zij doen het gewoon heel goed. Hè? Ik bedoel, zij hebben een bepaald belang en ze willen graag dat... Nederland handelt in het Amerikaanse belang. Dus ja, zij zetten daar allerlei middelen voor in. Ja, Rusland doet dat niet, China doet dat niet, anderen doen dat ook niet. Misschien zouden zij het dan ook moeten gaan doen. Hè? Persreisjes bijvoorbeeld. Hè? Ja, nou ja, waarom zou de Amerikaanse ambassade dat niet mogen organiseren of mogen financieren? Vers 2 is hoe je daar als medium mee omgaat, als krant. Hè? Je zou kunnen denken als... Nou ja, wat je die hoofdredacteuren dan hoort zeggen is... dan krijgen we een reisje gefinancierd... maar we blijven heus wel kritisch. Daar heb ik zo mijn vragen bij. Want kijk, als die reisjes altijd maar naar het Pentagon gaan... of ze gaan altijd maar naar het NAVO-kwartier in Brussel... of nou ja, heel concreet. Hè, dat was in aanloop naar dat referendum over associatieakkoord met Oekraïne. Toen ging er dus een door de Amerikaanse ambassade gefinancierde... en georganiseerde persreis ging naar Kiev, hè, dus waar gesproken werd met onder andere de president van het land, Poroshenko. Er ging geen persreis naar het oosten van Oekraïne, hè, waar die rebellen zaten. Hè, dus dan, je wordt dan als journalist, dan kun je, zelfs als je al ben je nog zo kritisch, je wordt natuurlijk toch dan in een bepaalde richting gedreven. Dat andere geluid hoor je wel, of het ene geluid hoor je wel, het andere hoor je niet. Dus... Ja, je meningsvorm gaat toch, neigt dan toch in een bepaalde richting op een gegeven moment. Als het altijd maar zo gaat, hè? Ja. Ja. Maar daarom doen ze het natuurlijk ook. Dus ik vind wel... En daarom doet Mercedes-Benz natuurlijk ook reisjes naar het circuit waar journalisten in de auto mogen rijden. Ja, ja. Waarom doen de Russen het niet? Waarom heeft de Russische ambassadeur niet af en toe een dinerthuis met journalisten? Nou, ik heb wel eens, ze hebben wel een, geloof ik, een nieuwjaarsreceptie. Of een kerstreceptie, of iets dergelijks. Nou, ik ben er nog nooit geweest, dus ik weet dat niet. Nee. Maar waarom doen zij het niet? Ja, nou, misschien omdat heb ik het idee, helemaal niet zo bezig met communicatie, met PR. Hoewel, ja, RT is dat natuurlijk wel, en Sputnik ook. Het is echt gericht wel op beïnvloeding.
ja, waarom doen ze al die andere dingen niet? Misschien hebben ze niet zoveel geld. Kijk, dollars, die druk je makkelijk bij, maar met de roebel is dat toch een ander verhaal. Ze hebben ook teruggelopende inkomsten uit de gasverkoop, olieverkoop, dus de daling van de olieprijzen. Ja, ik weet het niet. Ik heb wel begrepen van Willem Oltmans, toen hij nog leefde, heb ik wel gesprekken over gevoerd, dat hij vertelde dat de Russen het vroeger ook wel deden. Maar dan ging dat niet via de Russische ambassade, dan ging dat via zo'n persbureau. Want Harm Tazelaar zegt, die heb jij hierover gesproken, die zegt, inderdaad, Amerikaanse reis hebben we gedaan, maar een Rus zou ik hartstikke leuk vinden om te gaan. Ik vond het trouwens heel sympathiek en heel open was hij erover, want ik heb al die hoofdredacteur gevraagd, hè, dus van de landelijke media, dus noem ze allemaal op, NRC, Volkskrant, NOS, Elsevier, Groene Amsterdammer, ik heb ze allemaal gevraagd en er was maar één die over wilde praten, dat was Harm Tazelaar van RTL Nieuws. Dus ik vind echt dat hij me daar zo open over was. Ja. En hij zei, inderdaad, dat is precies wat hij zei, dat hij ook best geïnteresseerd zou zijn in een reisje naar Moskou. Maar goed, ja. Die komt. Nou ja, maar dat is dus ik vraag mij af of ze het nou niet doen. Nee, of ze dus niet... Ja, bij mij weten doen ze het niet. Nee. Zijn ze er niet zo mee bezig? En als ze het wel doen, hoe ze het dan wel doen? Heel even terug naar die journalistiek. Die wordt natuurlijk bespeeld de hele dag. Ook door de PR-mensen van Unilever en van de NAS-Neil-studio. Ivanka, die probeert natuurlijk ook in het lokale surfje te komen. Dus Die media is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk instrument in de publieke meningsvorming. Dus dat je die naar je hand wil zetten, dat is vrij logisch. Ja. Jij zegt dat eigenlijk van, dat zou je niet moeten verbieden. Aan zich kan je ook niet verbieden. Nee. We zouden ons wel bewuster moeten zijn, en in het bijzonder zouden wij bewuster moeten zijn van de mate waarin de Amerikanen invloed hebben op ons publieke debat. Ja, dat want dat noem ik dus de elephant in the room. Hè? Dus de spreekwoordelijke elephant in the room, dat is een onderwerp waarvan iedereen weet, het is er. Hè? Maar er is niemand die erover praat. En heb ik ook gevraagd bijvoorbeeld aan de NRC, van waarom schrijven jullie, want die zijn heel erg op de Russische tour, hè? Ik geloof dat die het idee inmiddels hebben dat achter elke boom daar zit wel een Rus verstopt. Want iedereen in Nederland die iets anders denkt over Rusland, die is meteen verdacht. Hè? En ze hebben al een hele artikelenserie daarover gehad. En het bekende artikel van Pieter Omtzigt natuurlijk, die ze op een hele smerige manier onderuit hebben gehaald. En mij hebben ze nu ook proberen te framen met weer iets anders. Ik heb ze wel gevraagd, waarom schrijven jullie eigenlijk helemaal niet over die Amerikaanse beïnvloeding? Want die is er toch ook gewoon? Eigenlijk is het vooral toch een Amerikaanse beïnvloeding van onze politiek en pers waar we mee te maken hebben. Ja, toen kreeg ik als antwoord dat is toch geen geheim, dat weet toch iedereen? Okay. Het is, want we zitten toch met Amerika in de NAVO. Oké, interessant. Want dat las ik ook in jouw stuk. En toen ik dat had gelezen, en dat wel meer met dingen, hoor. Zo gaan die dingen. Dat is op zich niet nieuws. Wat er nieuwswaardig aan is, is dat het geen onderwerp van gesprek is. Ja. Dat we het er niet over hebben. Mm-hmm. Een van mijn overtuigingen is dat er iets achter die nieuwe wet op de inlichtingendiensten zit. Namelijk de Amerikanen die gewoon zeggen, joh, wij willen gewoon die data hebben. Klopt. Mark op aan het zeiken, sturen Jan. Het is echt niet Mark Rutte die dat zelf zit te bedenken. Nee. Dan denk ik, zo gaan die dingen. Overigens een heel mooi voorbeeld waar ik vaak mee kom, is wij gingen naar Uruzgan. Nederland ging naar Uruzgan. Ja. Ik heb het hier volgens mij ook wel eens genoemd. Ja. En toen ging Balkenende, geloof ik nog, die zei, we gaan daar scholen bouwen en meisjes redden en zo. Okay? Ja. Toen bleek later dat wij ook een plek bij de G20 beloofd hadden gekregen. Door de Amerikanen. Ja. Wisselgeld. Zo gaat dat natuurlijk. Zo gaat dat. Mm-hmm. Maar toen hadden we overigens met Hans Larousse een gesprek over. Dus ik dacht, maar of je wist dat niet. Ja, want in dat hele debat over Uruzgan is dit niet aan de orde geweest. Mm-hmm. Of je wist het niet, dat is niet zo goed. Of je wist het wel, dat is het ook niet goed. Want wij hebben als burgers van Nederland niet de volledige informatie tot ons gekregen. Ik vind dat wel een interessant voorbeeld. Maar waarom is het niet een pregnanter onderwerp van gesprek? Dat wij natuurlijk worden gemanipuleerd. Ja. Want het suggereert dat de journalistiek aan de kant van de manipulator staat eigenlijk, terwijl ik denk dat de journalist aan mijn kant moet staan. Ik help jou heel goed geïnformeerd te zijn, dat is mijn rol. Ja. En zeker over mensen met macht, en dat is de perceptie die ik heb. Alleen in jouw stuk doe je het voorkomen alsof dat niet zo is. Dat de journalistiek eigenlijk toch aan de kant van dit soort krachten staat. Ja.
Kun je daar iets meer over zeggen? Je noemt zelfs ook wel chantage. Chantage? Ja, oké. Okay. Nou, ja, met name Engelse politici die ooit eens een keer iets met een verkeerd meisje hebben gedaan, waarvan de inlichtingendiensten dat weten en vervolgens. Hè, en dus ja, nou dat is weer inderdaad de manier waarop inlichtingendiensten, Amerikaanse inlichtingendiensten, hier de politiek en de pers beïnvloeden. Want inderdaad, ze weten alles van je. Dus als je een keer iets verkeerds hebt gedaan, dan moet je wel in de pas blijven. Want anders komt er een dossier op tafel. En goed, dat is ook wat. Inderdaad, ik noem dan in mijn boek professor Weidenfeld. Die heeft in Duitsland heeft hij jarenlang de betrekkingen gecoördineerd tussen de Verenigde Staten en Duitsland. Die heeft dat zo verteld in de talkshow Beck. Je kunt het opzoeken in het boek. Ik heb het linkje erbij geplaatst. Hij heeft gezegd, als we het met Amerikanen eens zijn, dan drukken ze je bijna dood tegen hun borst. Hè, van we zijn de beste vrienden. Maar als je op het moment dat je zegt, ik ben het met jullie oneens, dan komt er een dossier op tafel. Kijk, we weten dit en dit en dit over jullie. Ik heb geen concrete voorbeelden van dat het ook in Nederland is gebeurd. Hè? Maar ja, als het zo in Duitsland werkt, waarom zou het niet hier precies zo kunnen werken? Met onze politici, met onze mensen van de pers. Ja, want jij suggereert, en je komt een aantal van soft en harder interventies. Ja, dus ook die uitnodiging persreisjes, maar ook fellow zijn van een bepaald instituut. Ja, German Marshall Fund of the United States. Ja. Ja. Maar daar zijn journalisten ook fellow van. Ja, dat klopt. We hebben bij, ik denk, vrijwel alle landelijke publicaties lopen journalisten rond die fellow zijn van German Marshall Fund of the United States. Je zou zeggen, het is een Duitse club, dat is het ook. Maar die zijn ook hier in Nederland actief. Okay. En dan krijg je, meestal zijn het jonge mensen die ze dan uitnodigen voor een reis naar de Verenigde Staten. Udo Ulfkotter heeft dat heel goed beschreven in zijn boek Gekaufte Journalisten. Dat is ook bij de Blauwe Tijger in Nederlandse vertaling verschenen, ondertitel Gekochte Journalisten. Je wordt dan als journalist, en trouwens niet alleen als journalist, er zijn ook academici en anderen, waarvan de Amerikanen denken dat zijn opinion leaders, hè, of die hebben potentie, die op een gegeven moment worden dat de mensen die de opinie gaan bepalen in hun land, die worden uitgenodigd voor zo'n reisje en dan worden ze in contact gebracht met allemaal mensen waarvan de Amerikaanse overheid graag heeft dat ze daarmee in contact worden gebracht. En soms worden die mensen dan ingezet voor inlichtingenwerk, hè, zoals Udo Ulfkotter beschrijft in zijn boek. Waarmee ik dus absoluut niet wil zeggen dat al die mensen hier in Nederland die fellow zijn van het German Marshall Fund of the United States verkeerde dingen doen, hoor. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Alleen door het netwerk waarin ze zijn beland of zijn gebracht, denken ze natuurlijk wel heel erg in een bepaalde richting. Ja. Want als je eenmaal fellow bent van het Marshall Fund, dan je wordt niet meer losgelaten. Je krijgt steeds weer nieuwe uitnodigingen en je wordt met nieuwe mensen in contact gebracht. Ja. Jij zegt, op zich staten met belangen die zullen proberen te beïnvloeden. Dat gebeurt ook. En op een aantal manieren. Maar dan komt het uiteindelijk bij een journalistieke organisatie of bij een journalist. Die zeggen zelf, we gaan mee op die persreisjes naar het Pentagon. Maar wij blijven nog steeds onafhankelijk in onze nieuwsvoorziening. Ja. Is dat zo? Of je onafhankelijk blijft in je nieuwsvoorziening als je op persreis gaat? Nee, als je onder invloed staat van deze krachten. Ja. Ben je dan onafhankelijk? Geloof jij dat de Nederlandse journalistieke organisaties en journalisten bestand zijn daartegen? Ja, ik geloof sowieso niet zo in de onafhankelijkheid van de pers. Je noemde net RT, Russische zender. Die zijn natuurlijk niet onafhankelijk, want die worden betaald door de Russische overheid. Ja, hier bij ons in Nederland hebben we de NOS. Die worden weer betaald uit publiek geld. Dan heb je commerciële organisaties. CNN, die wordt weer betaald door Corporate America. Dus en wat betreft vrijheid van pers, natuurlijk, die hebben we en dat is een groot goed. En daar moeten we ook zeker natuurlijk ons hart van maken dat we die houden. Daar maak ik me in Nederland geen zorgen over. Maar ik bedoel, de enige die natuurlijk echt vrijheid van pers hebben, dat zijn de hoofdredacteuren. En degene die, dan mag ik dan een stukje schrijven op novini.nl. Ik zou mezelf wel een onafhankelijke journalist willen noemen, want er is niemand die mij daarvoor betaalt. Ik doe het heel vrijwillig. Mm-hmm. Dus ik vind de bloggers en mensen die schrijven voor
Novini.nl en andere, en die daar niet voor betaald worden. Dat vind ik, dat vind ik wel echt onafhankelijke journalistiek. Kun je voorbeelden noemen, nou jouw oordeel van waar wij als Nederlandse bevolking verkeerd zijn geïnformeerd? Op basis van... Nou ja, het netnieuws van 2017 nogmaals, dat vond ik toch wel dit verhaal. Dat de Russen ons bezig zijn ons te beïnvloeden, terwijl het de Amerikanen zijn. Ik bedoel, het is inmiddels ook bewezen, hè? Dat heb ik net gezegd. Er is tot nu toe geen enkel bewijs is getoond. Dus ja, nepnieuws en dan geproduceerd door een overheid notabene. Okay. En zoals Cees Hamelink ook zegt, dat zijn ook de grootste leven, hè, die jullie hier ook vaak in de uitzending hebben gehad, dat de communicatiewetenschapper, die zegt dat ook gewoon. Hè, dat zijn de grootste producenten van nepnieuws, dat zijn de overheden. Nou, ik zou er nog aan toe willen voegen, dat zijn ook grote bedrijven en andere mensen met grote financiële politieke belangen. Ja. Hoe vind jij dat wij geïnformeerd zijn rond dat Oekraïne-referendum? Hoe vond jij dat de pers zich opstelde en zijn werk deed? Nou, ik denk dat juist omdat we een referendum hadden over dit onderwerp, dat mensen ongelooflijk goed geïnformeerd waren. Als we geen referendum hadden gehad, dan was het gewoon zonder dat de kranten gingen er pas over schrijven toen er een referendum aan zat te komen. En er waren ook subsidies, hè, zowel voor het ja-kamp als het nee-kamp. En dus die hebben allemaal hun argumenten ruimschoots naar voren kunnen brengen. Ik denk dat de Nederlandse bevolking heel goed geïnformeerd was. Ik vind dat ook heel erg spreek voor het referendum. Dat zorgt ervoor dat mensen beter geïnformeerd zijn. Ja, ik heb een geweldig referendum gehad met die WIF. Ja, ik vind daarom ook heel erg dat het adviserend referendum is afgeschaft. Nou, ik wil van, eerst de Kamer moet nog. En de rechter gaat er nog over. Ik vind sowieso een blamage voor D66. Het is toch de reden ooit waarom ze zijn opgericht. Okay. Heel even, dat is een heel mooi onderwerp. Het is een zijpaadje. Ja. Maar nog even terug. Kun jij voorbeelden noemen? Mm-hmm. Een voorbeeld is natuurlijk toch de Irak-oorlog. Mm-hmm. Ja, waarin wij te horen kregen, ook door Colin Powell in de VN natuurlijk. Hij speelde de media geen rol en die nam dat alleen op. En Colin Powell liet ons zien dat er sprake was van chemische wapens die er eigenlijk niet bleken te zijn. Ja. Kun je andere voorbeelden noemen? Nou ja, ik zou haast zeggen, bijna elke oorlog, of misschien zelfs elke oorlog begint met nepnieuws. Hè. Er is wel dat gezegd, de eerste die sneuvelt, dat is de waarheid in de oorlog. Ja, Churchill zei dat toch? Ja. Dus ik geloof dat voor hem ook nog een paar mensen dat hebben gezegd, voor Churchill. We hebben Irak gehad met die enorme grove, met dat nepnieuws, want zo heette het toen nog niet, maar het was het natuurlijk wel. Er kwam gewoon nepnieuws uit het Pentagon en dat werd allemaal zomaar klakkeloos aangenomen, ook hier in Nederland. Daar hebben trouwens de Amerikaanse media, sommige Amerikaanse media hebben daar excuses voor gemaakt. Hè? Onder andere Dan Rather van CBS, die gewoon zei van, als wij journalisten ons werk hadden gedaan, dan was die oorlog er misschien helemaal niet geweest. Nee. En dat vind ik heel essentieel, dit citaat. En ik had gehoopt dus dat ook de Nederlandse media geleerd zouden hebben van die ervaring. Maar we hebben Libië gehad. We hebben Syrië gehad. En je moet ook bedenken, dat was niet alleen vreselijk geweest voor die landen, hè, wat daar gebeurd is. Maar kijk, al die vluchtelingenstromen die dat tot gevolg heeft gehad, hè, ook naar Europa. We hebben 15 jaar na dato zitten we nog steeds met de gevolgen van die oorlog in Irak. En ja, ik ben bang. What's next? Hè? Komen we in een oorlog met Noord-Korea? Komen we in een oorlog met Iran? Komen we in een oorlog met Rusland? Nou, daar moet ik dan helemaal niet aan denken. Want dan zitten we hier morgen niet meer. Nee, hè? Nee, dat lijkt me ook niet zo. Dan zijn we geen van allen meer als we in oorlog komen. Nee. Maar ja, het lijkt er toch wel op dat we die richting, als ik zo de kranten lees, het is Skripal, Skripal, Skripal. En het zonder bewijzen. Hier zie je weer opnieuw dat eigenlijk zonder bewijzen wordt er van alles beweerd over de rol van Rusland. En ja, die kranten nemen dat meer allemaal maar klakkeloos over. Zo vaak herhaald dat mensen ook zonder dat er bewijs is, geloven het intussen. Dat is dus jij zegt daarmee, die beïnvloeding is er en dat wordt klakkeloos overgenomen. Ja. Kun je nog even ingaan op waarom dat nou klakkeloos wordt overgenomen? Waarom zit er niet een journalist, nou wacht even, kan hij nou wel zeggen. Ja. Maar dat neem ik niet zomaar aan. Ja, waar zit die klakkeloosheid in? Naar jouw oordeel. Ik deel die mening niet a priori. Dat is niet echt. Nee, natuurlijk, er is wel eens kritiek. Maar dat vind je dan ergens.
ergens op een pagina achteraf, ergens diep in de krant. Hè? Dus een klein stukje. En dat is ook gebeurd trouwens tijdens die Irak-oorlog. Hè? Dan heeft bijvoorbeeld ook in de Volkskrant heeft er wel eens een keer iets kritisch gestaan. Bijvoorbeeld Elsevier, waar ik werk, dat had je dan Tromp. Die had een column en die schreef daar dan kritisch over. Hè? Over de zogenaamde wijsvoering om ten oorlog te trekken. Maar goed, dat maakt dan niet echt, moet je zeggen. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ja, ik denk dat het komt toch doordat, kijk, als we nou kijken, de oorlogen van de afgelopen decennia, dat zijn toch oorlogen die door Amerika in gang zijn gezet. Ja, en het blijkt ook uit internationaal onderzoek dat wij hier in Nederland heel erg die Amerikaanse media bijhouden. Er is geen ander land in Europa, nee, zelfs in de wereld, op Canada na, waar zo dat Amerikaanse nieuws gevolgd wordt als in Nederland. Dus wij bekijken altijd alles heel erg vanuit de bril vanuit de Amerikaanse bril. En daardoor, in Duitsland zijn ze veel kritischer bijvoorbeeld. En nou, dat zie je ook in het internationale onderzoek. Ik weet dan niet meer op welke plek Duitsland ergens staat, maar die staat in ieder geval op flinke afstand van Nederland als het gaat om consumptie van Amerikaans nieuws. Maar een belangrijke vraag daarbij is natuurlijk wel, dat kan een cultureel ding zijn. Ja. Ja, wij zijn nou eenmaal erg op die Amerikanen gericht en ze hebben ons ook bevrijd en we zitten met ze in de NAVO en we hebben enorme investeringen. We zijn natuurlijk een van de grootste investeerders daar. En, dus op zich is het niet onlogisch dat wij vrij zwaar. Nou, ik vind dat we vast een presidentskandidatendebat in Amerika wordt live uitgezonden hier in Duitsland niet. Om een voorbeeld te noemen. Best ook een belangrijk land voor ons, maar oké. Dus we hebben een soort van culturele, historische, indringende. We kijken misschien ook van IJssel op. We gaan gasten. Of zeg jij nee, het is veel gemanipuleerder. Dus burger, laat je nou geen. Ik weet het niet hoor, wat het antwoord is. Maar het is veel meer opgezet, het is beter georganiseerd. Die manipulatie van dat beeld is veel industriëler. Echt opgezet, echt. Programma's waardoor wij in Nederland die oriëntatie op Amerika hebben. Ja, om dat te kunnen weten zou je ook onderzoek in andere landen moeten doen. Dat heb ik niet gedaan. Het enige wat ik weet, is, ik lees dan ook wel Duitse media, dat het daar dat is een heel ander, dat het daar wel die kritiek is of veel sterker is. En wij dat dan, terwijl ze daar ook een German Marshall Fund of the United States hebben, daar hebben ze ook al die lobbygroepen en daar doet de Amerikaanse ambassade ook allerlei dingen. Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen onderzoek gedaan naar andere landen. Nee. Okay. Want we worden natuurlijk een beetje het schoothondje van de VS genoemd, altijd al. Wat zie jij als oplossing? Helemaal terug naar netnieuws, maar misschien ook nog wel een beetje als oplossing voor het functioneren van de journalistiek. Europa en de Longren hebben gezegd, nou laten we websites gaan sluiten en een dienst oprichten die gaat kijken wat waar is en niet waar is. Wat is jouw gedachtenrichting? Hoe moeten we zorgen dat nepnieuws ingekapseld wordt? Ingekapseld wordt, ja. Dat is ook wel even belangrijk om te zeggen, voordat ik inga op je vraag. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over nepnieuws. Hè? Ik bedoel, nepnieuws is eigenlijk maar een heel relatief klein onderdeel van alle propaganda die we over ons krijgen uitgestort. Want wat is nou de belangrijkste vorm van propaganda? Dat zijn wat ze in Amerika noemen, dat is wat ze in Amerika noemen lying by omission. Hè? Dus liegen door weglating. Dus in Nederland noemen we dat dan de halve waarheid vertellen. Hè? En spindokters, PR-functionarissen doen niks anders. Hè? Als ze een verhaal moeten verkopen, dan komen ze met feiten en met argumenten die passen binnen hun verhaal. En de feiten en argumenten die daarmee in strijd zijn, of die nou niet in straatje passen, die worden eventjes voor het gemak achterwege gelaten. Nou ja. En dat is natuurlijk wat we de hele dag eigenlijk over ons heen krijgen. Ja. Dat is een veel geniepiger vorm van propaganda. Maar daar hebben we natuurlijk journalisten voor. Er blijkt nu een heel kritisch rapport over de privacy bij de IVD te zijn. Dat was al bekend bij Longren voor het WIF-referendum. En dat is daarna naar buiten gebracht. Ja. Dan denk ik, hallo, dat heeft iemand bedacht. Wacht even, daar gaan we even mee wachten, doen we daarna wel. Ja. Maar dat is natuurlijk. Is de Kamer niet goed geïnformeerd? Ik ben niet goed geïnformeerd als burger. Dus ik las dat net in een klein bericht. Nou, jongens, echt wel kwalijk eerlijk gezegd. Maar daar hebben we journalistiek voor. Ja. Ik zeg, mevrouw Longren, of wie dan ook. Ja. Hoe zit dat nou precies? Ja.
Ja. Dus als je weer kijkt naar het functioneren van de journalistiek, je zegt eigenlijk, nou ja... Ja, nou ja, je noemde net die WIF inderdaad, hoe we daar gemanipuleerd zijn. Ja, dat is ook nog... De Volkskrant had die scoop, hè, over dat... De IVD had een Russische hackersgroep geïnfiltreerd, Cozy Bear. En daar waren ze rechtstreeks getuigen van geweest dat Cozy Bear zich gemengd had in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat was een groot stuk in de Volkskrant. De auteur daarvan, dat was Huib Modderkolk, die is toen samen met Eelco Rozen, nee, hoe heet hij ook alweer, die Nieuwsuur presentator was die bij de Wereld Draait Door. Die werden als helden werden ze onthaald in de uitzending. Ja, zij hadden de primeur. Dat de AIVD had Cozy Bear gehackt en daardoor had Nederland het bewijs aan Amerika geleverd dat Rusland zich gemengd had in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als je daar goed naar gaat kijken, ja, dan blijkt dus dat, waar hebben ze dat hele verhaal nou op gebaseerd? Op inlichtingendiensten, waarvan ze de naam niet noemen, want dat zeggen ze, ja, dat kunnen we niet zeggen. Eigenlijk laten ze wel een beetje doorschemeren, dat was niet de AIVD, het was ook niet de MIVD, dus geen Nederlandse inlichtingendienst. Dus ja, dan denk je al snel natuurlijk aan CIA of de NSA of ook de Amerikaanse inlichtingendienst. Daar hebben ze er geloof ik 18 van in Amerika. Maar dan, als je dan vraagt, maar hebben ze je ook die inlichtingendiensten, hebben ze je ook die bewijzen laten zien van die hack van Cozy Bear in Amerika? Nou ja, geen bewijzen. Dat verhaal is dan dus louter gebaseerd op wat die journalisten ingefluisterd hebben gekregen van zo'n inlichtingendienst. Ja, dan denk ik, dat kan dus toch echt niet. Dat kan gewoon niet. Dat is schandalig. Maar ik vind het echt schandalig. Als we dan naar de oplossingsrichting gaan denken, van hoe moeten we dit nou... Dat moeten ze gewoon niet meer doen. Dus jij zegt zo'n... Ja. Moeilijk ook moet zeggen, ja, sorry, als ik het niet hard kan maken, dan doe ik het precies, niet. Als je me geen bewijzen laat zien, het werkt niet aan mee. Dat is één waarom heeft hij het wel gedaan? Te lossen. Ja, ik ken het verhaal niet goed genoeg, dus ik heb niet helemaal een oordeel. Maar misschien omdat hij wel echt van overtuigd was dat het zo was. Hè? Dat kan natuurlijk. Dat weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar misschien ook, ja, omdat het natuurlijk lekker scoort. Voorpagina, het is dagenlang in het nieuws geweest. Goede reclame voor de Volksrat natuurlijk ook. Hè? Die journalist werd in al die programma's als een held onthaald. Hè? Dus ja. En het was een paar weken voor de... Het referendum over de WIF, dat is natuurlijk ook wel handig. Ja, dat was een heel bijzonder moment, ja. Ja. Jij hebt niet groot vertrouwen in de rol van staten en ook niet zo in de journalistiek. Nou ja, je moet ervan uitgaan dat elke overheid liegt. Dus ook je eigen overheid. Maar als journalist moet je er ook van uitgaan eigenlijk. Als journalist moet je ervan uitgaan dat de overheid liegt. Ja, uiteraard. Toch als basishouding. Nee, tuurlijk. Ze moeten bang voor je zijn. Ze moeten al, als ze je aanzien komen, een soort lichte diarree krijgen. He, zoals Cees Hamerlinck dat wel eens gezegd heeft hier in Café Weltschmerz. Ja. Zo moet het zijn. En hoe kunnen we dat veroorzaken? Hoe kunnen we dat veroorzaken? Hoe veroorzaak jij dat als journalist? Nou ja, ik denk dat ik niet zoveel invloed heb. Kijk, ik schrijf voor Novini.nl. Ja, ik vind dat zelf een erg goede website. Het gaat over wereldnieuws, hè, dus de geopolitieke verhoudingen. Wordt wel steeds beter gelezen, moet ik zeggen. Dus misschien dat het ook nog een beetje helpt wat ik dan hier zit om even reclame te maken. Mm. Maar ja, kijk, de meeste mensen betrekken hun nieuws toch van de mainstream media. Hè, dus van de mensen die zeg maar willen horen bij de weldenkende elite. Die betrekken hun nieuws van het NOS-journaal, van de Volkskrant, van de NRC. Misschien ook van de Telegraaf. Trouw. Al die bladen. Dus dat is waar het grote publiek naar kijkt. Waar ze hun mening door laten bepalen. Ja. En hoe je dat zou kunnen veranderen. Ja, ik hoop wel dat het verandert. Ja, ik denk dat er heel veel veranderd is door internet. Het is toch denk ik vooral dankzij internet dat we zoveel kritische lezers hebben gekregen. En dat mensen het ook allemaal niet meer geloven. En dat ze dan misschien ook zo'n boek als dit, het nepnieuwsexplosie willen gaan aanschaffen. Ja. 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 En dan om ook beter te begrijpen hoe het spel werkt. Hè? Ja. Ja. Nou, ik vond het ontzettend boeiend om te lezen. En nogmaals, mijn fascinatie was, ja, zo gaat het. Hè? Spannend om nog een keer te lezen. En ik denk dat bewustzijn daarover, dat wel een belangrijke start is in ieder geval. Uh-huh. Dus volgens mij draagt dat boek er ook aan bij. Hoop ik, we zijn aan het einde van onze tijd gekomen. Oh. Dus dankjewel en heel veel sterkte met het boek. Ik wens je succes. Dankjewel.